Welkom bij Creatief Kliederen met meester Sander. Ondanks dat er dit jaar door de coronacrisis geen Koningsdag is en ook de koningsspelen niet door kunnen gaan, leek het me toch leuk om een beetje aandacht daaraan te besteden. We gaan dus vandaag een Royal T-shirt maken. Wat hebben we nodig? Papier, stift, een breekmesje, T-shirt, spuitbus. Let op, doe deze opdracht met een volwassene. Teken de juiste afmetingen af. Begin met het maken van de letter T. Maak van de bovenkant een kroon. Teken de lijnen van de T met stift. Doe dat lekker dik, want dat gaan we uiteindelijk wegsnijden. Snijd de zwarte lijnen uit. Werk precies en doe dit voorzichtig, want het mesje is erg scherp. Snijd de uitgesneden vorm op een wit blaadje. Schrijf in je gespoten T het woord Royal en snij uit. Leg het eerste stencil op het shirt wat je wil spuiten. Plak goed af aan de zijkanten en spuit je eerste stencil op je shirt. Haal het stencil weg en herhaal met het tweede stencil. Je kunt het stencil vaker gebruiken en er dus meerdere shirts mee spuiten. En klaar is je Royal T-shirt. Veel plezier en tot de volgende keer. Vond je deze opdracht leuk? Vergeet je dan niet te abonneren.